is de Vlaamse Renovatiedag. En wij zijn een van de 106 deelnemers. Ik ben bij de gemeente langs geweest, ook al tijdens het voorontwerp. En we hebben toen alles besproken. En de gemeente zelf was eigenlijk voorstander van een materiaal. Dat zolang dat het voetpad niet ingepakt werd, dus we hebben de baksteen niet vervangen door een kleidakpan, zodat die minder dik is, zodat we meer konden isoleren. Hoe vinden jullie dit huis? Is dat een mooi huis? Ja, het is een mooi huis en we vinden het heel speciaal om in onze straat te hebben. En we zouden het peperkoekhuisje noemen, maar het is jammer genoeg niet om op te kunnen eten. Wel, het is vooral een hele mooie woning, het is een heel geslaagde renovatie. En hiermee tonen we dat je echt kan renoveren, zeer energie-efficiënt en zeer energiezuinig gaan. En toch vooral het volledig naar je eigen smaak inrichten. Ik had aan de gemeente uitgelegd dat het de bedoeling was van een sculptuur te maken eigenlijk. Met die dakpannen die eigenlijk van het dak overlopen in de gevel. En dat dat niet kon met een uitpannige dakgoot en zij hadden daar begrip voor. En daardoor heb ik daar vrij eenvoudig een vergunning voor verkregen. Wel, het is natuurlijk vooral goed in eerste instantie voor de mensen zelf, want ze merken de korting op hun maandelijkse energiefactuur. Bovendien is de woonkwaliteit veel beter om te wonen in een woning die goed geïsoleerd is, is veel beter, veel aangenamer om in te wonen. En bovendien merken we dat we in Vlaanderen, we hebben het grote voordeel dat we heel veel huiseigenaars hebben, maar we renoveren te weinig onze woningen, we investeren er te weinig in. En dat willen we vooral vandaag bij deze renovatiedag aan bod laten komen. Eigenlijk hebben we het ontwerp een beetje samengemaakt, denk ik. Ja. Ik heb meer met de buitenkant bezig geweest en Leen iets meer met de binnenkant. Maar ik denk van in het begin samen aan te werken, dat we toch een woning hebben gemaakt waar we alle twee achter staan. Ja. Waar we altijd heel graag in wonen. En de kinderen ook trouwens. Dat is waar. En we hebben wel het geluk dat we echt wel dezelfde smaak hebben. Dus daar moesten we wel niet over discussiëren. En allee, dat ging wel heel vlot. We hebben een E-pijl van 50 gehaald. Wat voor zo'n half open woning toch wel redelijk goed is. Verder hebben we nog een zonneboiler geïnstalleerd die ons in de periodes van zon gratis warm water bezorgt, waardoor de ketel eigenlijk niet moet aanslaan. Waar zou jij liefst in wonen? In dit huis of in je eigen huis? In mijn eigen huis.